punch-out battles, next-gen, de try-outs, maar ook bij de try-outs is het publiek actief zoals genomen. Man. Twee nieuwe deelnemers die gaan laten zien dat ze bij de Next Gen horen en het volgend seizoen kunnen meedraaien. Ze krijgen allebei één ronde om het ding te doen en ze worden beoordeeld door de professionele jury. Wij zijn Bas en Tim. Dat dus. En ja, de rappers stellen zichzelf voor, man. Ambridge, 17 jaar, kom uit Albenes. Dave, 17 jaar, uit Arnhem. Eén van jullie voorkeur om te beginnen? Zeg het maar, kom op punt. Doe maar kop. En dat is gevallen, dat is het. En dat is als munt. Jij mag zeggen. Wie gaat beginnen? Begin maar. Oké. Okay. Eerste ronde op de rapper aan de rechterkant. Maar het publiek gaat ook eerst een beetje doorgeven. Man, kom op. Eerste ronde jou, maar let's go. In je vorige audit stond letterlijk en vergoedelijk voor Joker. Jullie gaven. Jullie stolen je harten van elkaar en ik heb het niet over poker. Je, zijn chick heeft meer gewerkt dan Facebook, het is een open boek. Ik heb er gisteravond nog uitgelezen. Gaat ik voor 5 man haar naar reet nemen? Je Q is even hoog als je gewicht, je wordt echt thuis met gesticht. Ik was nog vroeg op de TV ging afmaken, ik dacht toen ja. Het zijn allemaal duidelijk praat wat ze hem gingen maken. Zijn moeder. Ik eet graag Chinees bij zijn moeder. Want ze heeft lekker. Ik eet graag Chinees bij zijn moeder, want ze heeft lekker pussy. Ze eet graag kom van mij, want ik heb het lekkerste liedje. Ik moet afstand. Dave houdt van bord als aftrekken. Ik moet afstand van hem houden, anders gaat hij het zo meteen bekken. Als ik klaar met je ben, ga ik er 4 delen. Ik punch je 3 keer op je gezicht, plus ik zal je borstels breken. Ik geef Dita nog uit de ring te stappen. Ja. Zoals de mappen, ik ga er nooit door, hoor die next Eminem of Macklemore. Moet je vooral zo blijven. Je bent wat je eet, weet ik rappers eet. En tijd. Rapper aan mijn linkerkant, hold it down. En let's go! Check! Let's go! We willen geen mensen in de league die hun battles gaan lopen opfokken. Die mensen moeten oprotten, want League MC's zijn dood. Hoe ga jij dat oplossen? Nee. Want je bent geen ruige spitter. Je bent Surinaams. Je bent een luie flikker. En daarvan kan je echt niet profiteren. En ik wil niet etnisch profileren, maar je kan het zien in je huidskleur. En het is dat ik het daarom weet. Want je stem die laat me denken dat je Jacob heet. Check. Stem die laat me denken dat je Jacob heet. Dacht je nou echt dat je kans maakt? Alleen je naam zorgt er al voor dat het publiek bij je afhaakt. Je bent alleen rich wanneer er veel geld op je bank staat. Maar alleen rich denkt dat er veel geld op zijn bank staat. Maar goed. Je speelt echt als een baas. Als jij nog niet bekend bent, snap ik helemaal niks van. Het is goed om te zien dat iedereen probeert, terwijl alleen jij eigenlijk helemaal niks kan. En begrijp me niet verkeerd, want ik gun het hem. Maar je zegt dat je rent, dan kom je geen stap verder, net als Running Man. En moederjokes zijn vaak te droog. Dat is jammer, want je moeder pakt te vaak te droog. Ze is te dik en een junk. Die holy spuit en smokt altijd en check. Ik zit er echt niet mee, want met hoe rood ze uit de ogen kijkt, lijkt haar lensvloeistof op pepperspray. Eén leuke Suriname bar was al genoeg voor wat ik van plan was. Zo ik voerde hem in een box, maar daar hangt nog. Tim, wat
vind je van beide heren? Eerst de rapper die als eerste is gaan spelen. En dan de. Ja, dat maar naar staan. Het kruisje daar. Yes. Edo. Ja, jij was niet goed genoeg. Dat lijkt me duidelijk. Maar ik waardeer dat je hier komt en dat je dit probeert te nemen aan de eerste keer. Dus dit is een redelijk intimiderende setting om dat voor de eerste keer te doen. En dat zie je ook aan je af dat je daar wel echt moeite mee hebt. En dat is niks ergs, want je hebt in ieder geval geleerd dat je dit wel durft. Ongeacht of je het nou het wel of niet hebt gehaald. Dus goed bezig. Bij jou vind ik gewoon een leuk level. Het enige wat me op dit moment nog een soort van laat twijfelen, is dat je moeite hebt om door te gaan. Je moet echt stoppen en ik van shit, waar ben ik? Je bent even de weg kwijt van waarschijnlijk, je hebt vorige keer één keer iets gedaan. Ja, ja. Nou ja, dan heb je nu. Heb je nu wat meer ervaring. Maar ook nu in deze setting is het toch weer anders. Ik merk wel dat je aan de ene kant denkt van ja, je zou het misschien wel aankunnen op een bepaald niveau. Maar ik twijfel ook van als je echt tegen een grote gras moet hierin, of je dan wel of niet. Dat maakt me een beetje aan de ene kant denk ik ja. Nee, ik neig me ja. Nou, semi-twijfel. Maar wel. Maar ik mag geen twijfel. Ja, dus ik heb ondertussen gehoord van wel, maar liever niet. Ik wacht even af op Bas. Ja, ik heb een excellent ook nog, dus. Ja, mijn plan was af te wachten voor jij zei. Ja, ik zit er exact hetzelfde in. Voor jou geldt, je snapt wel hoe je met woorden moet spelen. Dat heb je ook gedaan hiervoor. Weet je, dat is goed, maar dat moet je echt verder ontwikkelen. Je moet echt je zelfvertrouwen wat opheffen en dat soort zaken. Maar in ieder geval, ja, je bent een pad opgeslagen. Zo ontwikkel je wel jezelf als battle rapper, absoluut. Maar ja, het was inderdaad niet goed genoeg. En bij jou, ik zit precies hetzelfde in als Tim. Want ik heb wel echt gelachen om een aantal van je bars. Ook de momenten dat je delivery er was die er ook echt. Alleen er zaten inderdaad precies van die momentjes tussen waardoor het een beetje awkward werd. Misschien ook de zin. De vorige keer heb ik je doorgehakt. Maar we hebben nu echt gewoon instructies van. Dus zeg maar in de zin van, je bent nu beter dan vorige keer. Maar het is nu echt van, we zitten nu naar een bepaald niveau. Want ik, ja, kijk, tegelijkertijd denk ik ook, ik vind je beter dan sommige mensen die nu in de league zitten. En dat maakt het een soort van lastig. Van, ja, ik snap dat wel. Ik hoor dat het open rijmschema is. Die rijm staat echt strak aan elkaar in die consistentie, man. Ja, die etnisch profileren. Ja, die daar zou ik hem bijna op gegeven, want die is zesdubbel. Dus daar ja. Hij snapt het wel, weet je. Ja. Weet je wat, ik gooi gewoon een jaar, ik wil het wel zien. Misschien ga ik je bek, maar ik wil het wel zien. Eén jaar, en jij? Ja, maar goed. Jij betwijfelt. Ja, maar daarom als jij ja zegt, maak mij net wat ik zeg. Dus een jaar in de twijfel. Ik zat eigenlijk ook in de twijfel. Kijk, weet je. Ja. Hij snapt het wel, maar het kwam me niet. Hey toch, het moest er wat strakker uitkomen allemaal. Ja, het kan aangewerkt worden. Het kan, er zal aangewerkt worden. Het moet aangewerkt worden. Ja, niet het kan, hij zegt het kan, hij zegt wel nee. Het moet aangewerkt worden. Er zal aangewerkt worden. Er zal aangewerkt worden. Oké, als jij dat zeker weet, dan zeg ik ja man. Dan zeg ik ja. Ja, in ieder geval het volgende jaar weer proberen, man. We geven sowieso opvallen bij je. Best Bobo. Informatie en om je stem uit te brengen op de site podshotbattles.nl. Like, abonneren en check het de volgende keer, man. Bang, bang.